Edustaja Demesmaeker, olkaa hyvä. Hoe vaak hebben wij de commissie hier al niet opgeroepen om in te grijpen in de manier waarop de Europese Unie Turkije ondersteunt? Onze euro's hebben de democratie in Turkije nog niet versterkt, mag ik denken. Integendeel. Dat er in het derde pre-toetredingsprogramma een tussentijdse evaluatie met een verbeterde conditionaliteit is voorzien, dat er een benadering is die gebaseerd is op prestaties, zal echt geen indruk maken op het autoritaire regime van meneer Erdogan. Dat kan ik u nu al op een blaadje geven. De enige les die wij kunnen trekken uit de ervaring van de afgelopen jaren is dat we beter niet de nadruk leggen op een eventuele uitbreiding van de Unie, maar op verdieping en op goed nabuurschap. Pre-toetredingssteun als specifiek instrument handhaven is daarom geen goede keuze. Het ondersteunen van de IPA-prioriteiten zoals de rechtsstaat, de grondrechten, goed bestuur en een afstemming op het EU-acquis is ook mogelijk binnen het kader van de globale financieringsstructuur voor het externe optreden van de Unie. Kiitos, edustaja Demesmaeker. Ja sitten ALDE-ryhmän nimissä antaisin puheenvuoron edustaja Ilkan Kyçükille. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President, dear Commissioner, dear colleagues. Since 2007, the instrument for accession assistance has been the main financial instrument supporting reforms in the candidate and potential candidate countries, for example, the six Western Balkan countries and Turkey. The most important specific of the current IPA2 has been its strategic focus in the face of country strategy papers, which represent specific